Lovers van mij, ik ben Sheryl voor als je me nog niet kent. Ik heb weer een superleuke prank video gemaakt. Ik heb 3 Chinese restaurants opgebeld met de mededeling dat ik laatst bij hun sushi heb gegeten, maar dat die rauw was. Hoe kan dat nou? Hoe kan die sushi nou rauw zijn? Er kwamen hele leuke reacties uit, dus ga lekker de video kijken. Doe alvast een blauw duimpje omhoog en vergeet je niet te abonneren hier rechtsonder. En laat natuurlijk een leuke reactie achter, zoals jullie altijd doen. Heel veel liefde naar jullie en veel plezier met kijken. Goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met Rosa. Ja? Hi, hi. Ik had een vraagje. Ik had laatst bij jullie eten besteld. Ja? En de sushi was gewoon helemaal rauw. Ik was niet lekker. Wanneer voor jou besteld? Het was gisteren. Gisteren? Ja, helemaal rauw. Ja, wat is er voor jou besteld? Sushi. Was het lauw? Nee, het was niet lauw. Het was goed op temperatuur, maar het was rauw. Oké. Ja, even een momentje. Kun je misschien gisteren... Ja, je weet niet gisteren verleid. Je weet het niet gisteren iemand voor jou... Je vindt dat die sushi niet lekker. Nee, is rauw, hè? Is helemaal rauw. Ik word ziek. Ik heb diarree nu. Ja, even een momentje. Poepen. Doei, ja. Sushi is altijd rauw. Ja, maar hallo, mevrouw. Ja, hallo. Ja, mevrouw? Ja. Ja? Ja. Kun je misschien iets telefoonnummer te maken geven? Manager van mij is niet aanwezig. Oké. Ja, kun je misschien morgen voor jou terugbellen? Maar weet je, ik snap niet gewoon. Hoe kan die sushi rauw zijn? Ik weet niet. Ik snap niet. Ik ben zelf sans sushi, tonijn. Ik heb rauwe sushi. Ja, dit is lauw hoor. Waar normaal is dat? Nee, niet. En de tonijn is lauw. Rauw. Ja. Rauw. Sushi, rauw. Hoe kan dat dan? Ja, even een momentje. Goedemiddag. Hallo, je spreekt met Rosa. Hi. Hallo, hi. Ik was laatst bij jullie uit eten geweest met mijn ouders. Wij hadden de sushi geproefd. Ja. Er zat alleen een hele rauwe smaak aan. Oké. Okay. Is daar iemand die ik erover kan spreken misschien? Oh, mijn manager die is net weg inkopen doen. Oh. Misschien kunt u straks 5 uur nog een keer bellen, dan is hij terug. Oké, maar... Heeft u last van een sushi of bepaalde... Nou ja, ik heb er geen last van. Ik heb geen buikpijn. Oh. Alleen, het was gewoon helemaal rauw. Oh, was het gisteren of wanneer was het? Gisteren, ja. Ik bedoel de smaak raar of de rijst nee, raar? Het smaakt niet rauw, maar gewoon de nasmaak van de sushi, ja? Gewoon als ik het in mijn mond heb, het proeft gewoon ja? Helemaal rauw. Ja, sushi is altijd rauw. Zeg maar, dit, echt? Is zalm of tonijn? Ja, zalm. Zalm, ja, want sushi is altijd rauw, ja, klopt. Echt waar? Ja, sushi, zeg maar die zalm tonijn, die is altijd rauw, ja. Dat is een Japanse soort Japanse gerecht. En die is altijd rauw, ja, klopt, ja. We hebben ook sashimi. We hebben ook sashimi, tonijn, zalm, die is altijd rauw, ja. Maar had u last van, of had u... Ja, ik heb niet last. Ik heb niet buikpijn, nee. Ja, ik heb er verder eens geen klachten over. Alleen de smaak was gewoon heel erg raar. Heel lekker visgeur, zeg maar. Nou ja, visgeur. De smaak, die was heel erg rauw. Rauw, ja, want het is rauwvis. Oh, rauwe. Ja, rauwvis. Ja, zeg maar sushi. Die salm en tonijn, het is altijd rauw. Oh. Ja, zeg maar. Ja, op zeg maar, zeg toen ik het gegeten had, het leek wel alsof het een beetje zwom in mijn buik of zo. Okay. Kan dat omdat het rauw is? Ik durf het niet te zeggen, want ja. Of leefde die vis nog? Nou, nee, de vis, ik weet zeker 100% die is al dood, dat weet ik zeker. Want via de leverancier, naar ons meegebouwd, die is al dood, die is al klaargemaakt. In stukjes gesneden en zo. Oh, dus daar hoef ik me geen zorgen om te maken? Nee, eigenlijk hoef ik als u maar geen buikpijn hebt, geen diarree. Nee, absoluut niet. Nee, oké, nee. Dan als u geen last van deze
buik of diarree. Maar dus het is dus niet mogelijk dat de vis nog leefde in mijn buik? Oh, dat is raar. Dat is voor het eerst dat ik het hoorde, ja. Ja, het is, ik eet ook voor het eerst sushi. Oh, oké, ik begrijp het, ja. Ja, ik weet heel zeker 100%, die is al dood, want bij de leverancier, die wordt al schoongemaakt, alles is gesneden. Daarna komt hij naar ons toe, restaurant, en daar gaat sushi maken. Dus er gaat nog een heel traject aan voor. Ja. Oké. Heb je gisteravond veel gegeten of weinig? Of, Nou ja, wel veel. Wel veel, ja, misschien. Ja, ik durf niet zeggen, want tonijn die is al een beetje, zeg maar, een beetje volle kant, zeg maar. Als u te veel eet misschien, voelt uw buik een beetje vol misschien. Denk ik, maar ik durf niet... Daarom lijkt het misschien alsof die zwemt. Juist. Kijk, bijvoorbeeld, ik noem bijvoorbeeld, als u te veel patat eet, dan voelt u ook een beetje vol. Patat met mayonaise eet ik heel vaak. Ja, dan is een beetje vettig. Dan, als u te veel eet, dan voelt u ook de volle buik een beetje... Maar kan ik ook sushi met mayonaise nemen, want misschien is de rauwe smaak dan weg? Dat kan ook, je kunt proberen, je kunt allerlei soorten manieren. En ketchup? Ketchup ook? Dat kan ook, dat is geen probleem. Maar kan ik dat pakken? Ja, dat kan ook, die staat bij de buffet, die kan ook zelf halen. Oh, nou. Nee, dan is het, dan wees voor mij wat duidelijker, want ik schrok een beetje. Ja, ik schrok ook toen je zei, ik schrok het ook niet alleen jij, ik schrok het zelf ook. Ja, ik dacht dat de vis nog leefde. Nee, ik denk het niet, nee. Nee, denk het ook niet. Ik heb nog nooit vis levend gehad in mijn buik. Ik wil je even bedanken voor dat u mij geholpen heeft. En ik weet nu wat meer over sushi. Oké, fijne dag verder. Heel erg, doei. Oké, doei. Allemaal ontzettend bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te liken, te abonneren, een leuke reactie achter te laten. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Ciao!